toevallig, wij spreken elkaar vandaag op de dag van de historische fall-out powercut hier in heel Noord-Holland, heb ik onderhand begrepen. Maar vanochtend kon ik niet het parkeerterrein oprijden, want de slagboom stond vast. Dus toen dacht ik, goh, vervelend. Toen kwam ik boven bij de redactie, die zat in het donker. Dus toen begon het op me door te dringen dat er misschien hier een white spot was ontstaan. Zomaar in Noord-Holland. En dat was wel heel ironisch, omdat dit eigenlijk precies het onderwerp is van de documentaire waar ik op dit moment voor Tegenlicht mee bezig ben. We zijn bezig met een uitzending over het uitrollen van internet in Afrika. En daar zie je op heel veel plekken dat het gebrek aan elektriciteit of de voortdurende onderbreking van het elektriciteitsnet de grootste belemmering is voor mensen om echt goed toegang te hebben tot internet. Dus eigenlijk stroom veel belangrijker is dan allerlei andere dingen. Want die 3G-netwerken van de mobiele telefoon waar ook de datanetwerken gebruik van maken, die zijn er wel. Maar ja, als je geen stroom hebt, dan kan je daar weinig mee. Dus ik vond het wel heel ironisch dat op het moment dat we daar vandaag over zouden gaan praten met elkaar, dat in het donker moest gebeuren, omdat hier ook geen stroom was. Ik heb een raam. 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 In deze uitzending Access to Africa hebben we gekozen om zo'n heel groot thema eigenlijk te benaderen vanuit een aantal mensen. En het is dus niet een totale analyse over hoe het ervoor staat, maar het is meer een verkenning door de ogen van een aantal mensen die zelf laten zien hoe zij bezig zijn met internet in Afrika en wat ze ervan verwachten. Nou, ik heb wel een aantal mensen ontmoet waarvan ik dacht, wow, zou dit misschien de Afrikaanse Steve Jobs kunnen zijn? En ik heb ook een aantal mensen de vraag gesteld van, komt de nieuwe Apple uit Afrika? En één opmerkelijk antwoord daarop was nee, want Apple maakt eigenlijk een standaard oplossing voor hetzelfde probleem. Zelfs één iemand zei, ja, eigenlijk als je in de Apple Store staat, die hebben maar 5 producten. Dat is niet Afrikaans. Zij leveren hele specifieke oplossingen voor hele specifieke problemen. Dus, maar het idee dat een hele grote nieuwe technologische innovatie heel goed uit Afrika zou kunnen komen, dat is zeker waar ik mee teruggekomen ben na die reis. Ik denk dat er ontzettend veel gebeurt en dat we er veel te weinig van afweten. En daarom ben ik ook heel blij dat ik de kans heb gekregen om deze uitzending te maken. Omdat ik denk, ja, dit is eigenlijk het begin, wat mij betreft, van veel meer aandacht voor wat daar gebeurt. Want als er één continent is wat echt in beweging is en wat de toekomst gaat beïnvloeden, ook onze toekomst, dan is het Afrika, denk ik.